Moet je club toch trouw blijven. Hè? Dus iedereen die vrij is, die komt hierheen, denk ik ook. Dus toch even iets mee te pikken van de nieuwe selectie voor volgend jaar. En zo ging vandaag de eerste training van NAC voor het nieuwe seizoen van start. Een grote groep supporters was naar Zundert gekomen om de spelers te ondersteunen. Ja, dat is altijd mooi, hè. Hoe meer, hoe beter, zeg ik maar. Ja, wel indrukwekkend, hè, om te zien weer deze training. Dus we zijn benieuwd voor volgend jaar. Ja, maar kijk hoe druk. Ik kan er wel wat drukker verwachten, maar ja, gratis koffie door NAC, nou, wat wil je nog meer? Ja, lekker weer. Mooi. Ik heb er zin in het seizoen. Ja, dat is fantastisch. Ook vandaag weer eerste training. Kijk eens hoeveel mensen er staan. Dat maakt deze club uniek. En ik hoop ook oprecht dat het stadion regelmatig gewoon vol zal zitten. Om te laten zien zoals dat uniek is in de wereld. Bij clubs die degraderen. Dat clubliefde kent geen divisies. Nou, daarom speel ik graag voor deze club. Een club dat enorm leeft. Met geweldige supporters. En dat maakt deze club bijzonder en heel erg mooi. Na de tegenvallen van afgelopen seizoen zijn veel supporters de club trouw gebleven. Zo ging het snel bij de verkoop van seizoenskaarten. En waren er veel supporters die niks wilden weten van een prijsverlaging. En gewoon het eredivisietarief betaalden. Had jij verwacht dat er zoveel steun zou komen na degraderen? Nee, want je weet als je degradeert dan heb je schuld. En je hebt dan verantwoordelijkheid ook. Dat was verrassend, maar ook wel weer heel mooi. Nou ja, als je ziet hoe wij van het veld afgekomen zijn zondag, 3 weken geleden op een zondag. Ja, dat verdient het heel veel respect vanuit onze kant naar onze supporters. En daarna meteen weer in beweging komen. En de club niet laten vallen, ons niet laten vallen. Ja, dat zegt alles over NAC. Het lijkt erop dat de meeste supporters de degradatie naar de Jupiler League hebben geaccepteerd. Maar het doel van aankomend seizoen is duidelijk. Ja, ik heb zin om mezelf weer te laten zien. En dat we als ploeg één doelstelling hebben. En dat is deze club weer zo snel mogelijk naar de Eredivisie te loodsen. Makkelijk gaat dat niet worden. En zo gaan we dat ook zeker niet benaderen. Wij zullen ongetwijfeld een favoriete rol toegespeeld krijgen. Maar wij gaan spelen voor promotie. Ja, jammer een jaartje ertussenuit. Maar ik zie het wel gewoon gebeuren dat wij kampioen worden, man. Zeker, ja. Ja, gewoon kampioen, hè. Gewoon kampioen, 20 punten voorsprong. Topseizoen. Vanaf nu stijgende lijn.